Hallo daar mensen van het internet, dit is Mr. Conquist hier en welkom bij een gloednieuwe Minecraft serie op dit kanaal. Ja, alsof ik nog niet genoeg Minecraft heb gespeeld op dit kanaal. We gaan vandaag weer lekker aan de slag. Oh kijk, ik heb hier nog een wereldje openstaan. Haha! We gaan vandaag aan een nieuwe survival serie starten, namelijk Astral Survival. Ik heb hier een tijdje terug een livestream op gedaan. Was super vet, heb ik heel erg van genoten. En ik vond het toch wel even leuk om even een survival serie erbij te plakken. Want daar heb ik nog niet genoeg van gedaan en gestart en gestopt en weet ik veel wat allemaal. Dus we gaan er gewoon weer even lekker voor. Dit is eigenlijk gewoon een video waar ik lekker aan het klagen ben over allemaal shit. Tenminste, dat is de structuur geweest van de afgelopen Astral Survival of TGNL Survival zoals het in het begin heette. We gaan gewoon aan de slag. Ik speel het op 1.8 en dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik gewoon te lui was om een Minecraft te gaan updaten naar 1.12. Het zeg maar te maken met, ik ga even een aantal dingen uitleggen. Deze video is namelijk niet alleen gewoon om de Astral Survival te gaan openen. Want deze video is ook gemaakt om eventjes een aantal dingen uit te leggen over mijn plannen met dit kanaal. Het eerste dat ik wel even aan het opzetten ben, ik kan het wel even laten zien zo. Dat ga ik zo meteen wel even doen als ik even bezig ben. Maar wat ik momenteel dus aan het opzetten ben, is een klein dingetje dat heet... Astral Kingdoms. Ik ben momenteel druk bezig met het opzetten van mijn eigen Kingdom server. Ik heb al een aantal mensen die mij als een malle ermee bezig zijn om dat even uit te gaan zoeken. dus dat. Er zijn een aantal dingetjes die ik daar nog op wil gaan doen. Ik ga nog video's maken over Astral Kingdoms. Dat komt nog allemaal goed. Dus verwacht daar zeker nog iets over in de toekomst. Ik kan zo meteen wel eventjes de server joinen om eventjes te laten zien hoe ver we tot dusver zijn met het opzetten ervan. De server die heb ik gekocht trouwens bij Royal Hosting. Er staat een linkje in de beschrijving, kun je hem eventjes gaan uitzoeken. Kun je zelf misschien je eigen server kopen. Deze video wordt niet gesponsord door Royal Hosting. Dat je het maar even weet. Is gewoon eventjes om een klein beetje reclame te maken voor die gasten omdat ze... mij heel erg goed mee hebben geholpen om die server op te gaan zetten. dus dat. Verder zijn er ook nog een aantal andere dingen. We hebben natuurlijk de MLP reviews die ik momenteel heb draaiend op mijn kanaal. Die video's die zijn momenteel druk in de maak. Nee, dat zijn ze helemaal niet. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest de afgelopen tijd. Het ding was zeg maar, ik heb het nogal druk de laatste tijd. Is best wel veel aan de hand momenteel in mijn dagelijks leven. Om te beginnen, mijn ouders zijn gescheiden. Gescheiden bedoel ik. Mijn ouders zijn gescheiden. En we zijn momenteel druk bezig met inpakken voor een grote verhuizing. Dus dat zou... dat is eigenlijk al meteen een ding. Ik heb school nog erbij. Dus oftewel, dat is gewoon een pain in the butt. Dat je gewoon... je hebt school gewoon even naast YouTube. Probeer daar maar eens wel eventjes wat mee te gaan doen. Heel veel mensen die krijgen het voor elkaar. Maar ik krijg het persoonlijk gewoon niet voor elkaar om even snel YouTube met school te combineren. Dat gaat gewoon niet zo makkelijk. En om er nog eens een schepje bovenop te gooien. Ik loop elke donderdag en vrijdag stage ergens. Bij de Noppes kringloopwinkel. Dus hartstikke vet. Vind ik hartstikke leuk. En ja, daarbij heb ik ook nog eventjes de afgelopen tijd best wel veel uitstapjes gemaakt met vrienden en dat soort shit. Dus dat wel, ik heb gewoon een volle agenda en dit is niet wat ik wilde hebben. Waarom ben ik zo blind? Dank u wel. Dus dat wel, ik heb nogal druk gehad de afgelopen tijd. En het is gewoon niet echt bepaald nuttig voor als je YouTube video's wilt maken. Dus ik ben momenteel even aan het uitzoeken of ik dat een beetje goed kan gaan combineren met elkaar. Want anders dan is het gewoon... ja, anders dan is het gewoon kloten. Maar goed, komt wel allemaal vast en zeker wel weer even goed op een gegeven moment. Maar dat is dus eigenlijk best wel een ding. En ik heb natuurlijk ook nog even een aantal andere dingen waar ik mee bezig ben de afgelopen tijd. Kortom, ik heb gewoon een druk leven. En het maken van YouTube video's, dat is dus gewoon een probleem. Ik doe wel gewoon mijn best om zo hoog mogelijk kwaliteit video's te maken. Maar ja, als dat je al zo'n druk leven hebt, dan is dat gewoon moeilijk. Het maken van gameplays is gewoon voor mij de beste oplossing. Omdat
Voor mij in ieder geval kostte ze niet zoveel tijd om te maken. Maar als ik dan bijvoorbeeld... ik heb dus die VirtualBox tutorial een tijdje terug gemaakt. Daar ben ik dus al een hele tijd mee bezig. Omdat ik dus al die shit die ik ervoor nodig heb, moest ik gaan verzamelen. De PC River, Windows XP ISO heb ik moeten downloaden. Ik heb even heel mijn VirtualBox opnieuw moeten gaan installeren. Dus dat is gewoon het hele ding. Moest er gewoon heel veel voor doen. De 2017 recap kostte nogal wat tijd en moeite om te gaan editen. Kortom, het maken van de video's die ik tegenwoordig aan het maken ben, kost gewoon veel tijd. En dat is gewoon een probleem. Het is ook even de reden waarom ik tegenwoordig nogal vaak aan het streamen ben. Want streamen, dat is gewoon even voor mij het perfecte alternatief voor het maken van video's. Volgens mij krijg ik gedurende deze hele video alleen maar WhatsAppjes. Yo, Koen, zou je niet eventjes die appjes... Oh nee, valt wel mee. Ik dacht dat ik de hele tijd getril hoorde in mijn broekzak. Zou je dat niet even gaan checken voor of na de opnames? Nee, ik doe dat gewoon even tijdens de opnames. Wat kan mij dat nou schelen? Het is mijn video. Hoe onprofessioneel wil je overkomen? Oh, kijk. Extra houtblokje. Dank u wel, server. Of deze ga je server. Dit is een singleplayer map. Mocht je trouwens mee willen spelen op deze survival, dat kan momenteel niet. Ik ga nog eens een keertje kijken of ik het voor elkaar kan krijgen om deze wereld op een servertje te zetten. Zodat andere mensen er ook op mee willen spelen. Want ik heb al uit mijn vorige stream begrepen dat best wel wat mensen mee willen spelen met deze server. Dat kan natuurlijk, maar daar moet ik wel een aantal dingetjes voor regelen. Ik moet even kijken of dat het überhaupt gedaan kan worden. Want ik heb nu natuurlijk ook nog even Astral Kingdoms. Dat zou ik nog even laten zien trouwens. Weet je wat? Ik ga het gewoon even doen. Ik ga het gewoon even de plek hier al laten zien. Ik heb hier mijn server, Astral Kingdoms. Er wordt nog druk aan gewerkt hoor. Ik ben er nog mee bezig. Wat doet een diamond zwaard in mijn inventory? Ga eens weg, dank u wel. Dit is de spawn, by the way. Dit is de hele spawn voor de hele server. Helemaal gebouwd door Thomas Dauma, laagstreepje. Nee, zo heet hij letterlijk. Het is Thomas Dauma. Die heeft dit alles gebouwd. En ik moet zeggen, ik ben diep onder de indruk van wat hij ervan heeft weten te maken. Het is ontzettend mooi gedaan. Het mooie is ook nog dat... we hebben allemaal hologram displays. Of ik ze nog een keertje wat mooier ga maken, weet ik niet. Ik vind het zo eigenlijk wel prima. Ik hou er niet zo van als mijn server zo vol zit met al die boostbas en zo. Ik heb wel eens een keer in een video uitgelegd dat ik een server had met heel veel boostbas en heel veel gekte en heel veel plugins en zo. Daar hou ik gewoon niet zo van. En ik vind dit al een beetje te veel van het goede. Die hologram displays, ik vind het mooi en zo. En het is ook voor mij gewoon de beste manier om het allemaal te maken zo. Om eventjes aan te geven van, hier vind je de kingdoms en dat soort dingen. En als je hier naartoe gaat... Dit vind ik serieus vet. Een pixel art van Astral Thunder. Hoe mooi wil je het maken? Ik vind het echt fantastisch dat die Thomas dit alles heeft neergezet. Ik maak gebruik van Warp Signs. Heeft gewoon te maken met dat als ik gebruik wil maken van portals. Dat zou op zich kunnen, maar ik vind Signs ook gewoon prima. Hier vind je alle kingdoms die er zijn. Nou, het zijn er momenteel helemaal geen. Zoals ik al zei, we zijn nog ermee bezig. Als ik een beetje klaar ben met alles hier op te gaan zetten, dan gaan we uiteindelijk Kingdoms uitkiezen. Als je trouwens wil meedoen op de server, dat kan. Er staat een linkje in de beschrijving. Dan kun je contact met me gaan opnemen. Dan kun je gaan of sollicitatie doen om staf te worden. Of om in ieder geval supporter te worden voor deze server. Of om een kingdom aan te melden. Moet je eventjes de naam van je kingdom, de kleur voor je kingdom, de biome waar je in wilt zitten. En je moet minstens 3 mensen hebben die mee kunnen spelen. Dus als je dat allemaal geregeld hebt, dan kan ik contact met je opnemen. Dan gaan we even regelen. Hier staan allemaal regeltjes. Het is niet echt handig dat dit ervoor staat. Eigenlijk best wel vrij basic al die regels. Schuilde is niet toegestaan, hacks zijn niet toegestaan, al dat soort shit. Dus dat is allemaal vrij basic. De Hall of Staff, dat is wel... dit heb ik gedaan met de Citizens plugin, heet die zo? Ja, Citizens plugin.
Dit zijn alle plugins die we gebruiken. Zoals je ziet zijn er niet veel. Het zijn er gewoon echt een paar plugins die we gebruiken. Best wel basic. Dit is mijn skin. Ik vind hem wel vet. Thomas, nou, maar als dat je contact met hem wil opnemen. Dit is een Snapchat, dit is een Instagram. Mocht je contact met hem op willen nemen, dat kan. Dus ja, dat. Dit hoef ik al niet erbij te hebben. Het is allemaal hartstikke mooi dit. Goed, snel terug naar de Astral Survival, want we blijven maar bezig hier ook. Boom. Ja, kan ik niet even dubbel klikken? Heel fijn, Minecraft. Fantastisch. Oké. We waren gebleven bij het mine hiervan. Maar dus, lang verhaal kort te houden. We zijn gewoon druk bezig met het opzetten van die Minecraft server. Dus verwacht er zeker nog iets over in de toekomst. Wanneer weet ik nog niet. Want zoals ik al zei, ik heb druk leven. Oh man, is niet te geloven meer. Nee, maar even serieus jongens. Het is gewoon een gek huis momenteel bij mij in mijn dagelijks leven. Mijn ouders zijn gescheiden, verhuizing, dat soort shit. En dat is waarschijnlijk, het is ook weer een ding. Als ik dus wil gaan verhuizen, moet mijn hele pc ook worden mee verhuisd. Dus die zou op een gegeven moment ook wel ingepakt worden. En die zou ik dus waarschijnlijk een tijdje niet kunnen gaan gebruiken om die reden. Ik heb ook geen laptop of zo waar ik YouTube video's op kan maken. We hebben wel een laptop. Maar daar kan ik geen video's op maken, joh. Dat is echt een laptop van een paar honderd euro. Daar kun je geen video op maken. Er zit de processor en alles wat erin zit is gewoon compleet waardeloos voor het maken van video's. Dus dat gaat niet werken, helaas. Tenzij ik ga editen met Windows Live Movie Maker. Maar hey, als er iets is wat je gewoon niet moet doen op YouTube, is het editen van video's op Movie Maker. Dat is gewoon echt een no-go. Moet je gewoon niet doen. Is niet verstandig. Hoe dan ook, we hebben al wat kobbel bij elkaar verzameld. Dus dat gaan we zometeen nog eventjes gebruiken om het huis om te beginnen mee te gaan decoraten. Ik wil een beetje een cobblestone vloertje. Voorlopig, hè. Ik ga nog allemaal mooie dingetjes eraan toevoegen. Ik wil glas hebben, dus daar hebben we zand voor nodig. Niet te veel, niet te weinig. Is wel genoeg, denk ik. Ja, gewoon, want we hebben niet zoveel glas nodig at the moment. En anders dan houden we allemaal openingen. Oké. Cobblestone, furnace. Dank u wel. En ik krijg een appie binnen tijdens het opnemen. Kijk eens aan. Krijgen we nu wel. Oké. Ik wil steen vooral gaan gebruiken voor de bovenste laag van mijn huis. Dit is de bouwstijl waar ik in werk, jongens. Dus ja, dat. Op deze manier bouw ik altijd mijn huisjes. Omdat ik... dit is de stijl die ik al jaren gebruik. Dus waarom zou ik dat veranderen? Als ik iets anders ga doen, dan wordt het één puinhoop. Waarom heb ik nog steeds een deur in de hand? Ik wil even een kist hebben, zodat ik wat shit kwijt kan. Want dit is echt een drama. Zo. Saplings? Nee, die heb ik ook niet per se nodig, hè? Nee. Oké. Snel naar buiten. Dan gaan we wel eventjes dit fixen. En ik val even naar beneden. Dank u wel. En als we die cobblestone laag dan uiteindelijk er bovenop hebben gezet, dan ga ik de aflevering afsluiten. En dan gaan we de volgende aflevering verder. Wat dus nu het geval is. Hey! Dat treft hem ook maar weer eens. Hey jongens, ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze aflevering van de Astral Survival. Het is weer helemaal terug, de survival sfeer. Ik heb er ontzettend veel zin in om hier nog wat meer video's van te gaan maken. Want het is serieus best leuk om dit te gaan doen. Dus als je hier zin in hebt, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor nog wekelijks super awesome video's, elke maandag om 6 uur een nieuwe video. Abonneer je op het kanaal. En klik eventjes dat belletje aan, zodat je zeker weet dat je nooit geen video meer hoeft te missen van mij. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Tot maandag!